Oh, serpentjes. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En jij bent, kijker. En ik ben Rick. En dan samen zijn we Serpent Gameplay kijker Rick. En welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. De ronde achtbanen staan weer klaar. En ik ook. Welkom. Ik ga iets bouwen. Nee, ik ga mijn fantastische schulden afbetalen. Bats, boom, yeah! Ik ben iets zachter, dan heb ik een extra gekke rare stem. Dat komt omdat mijn broertje dan slaapt. En ik ben veel te lief voor mijn broertje. Want dan ben ik ook echt nog een beetje zachtjes voor hem. Echt, waarom probeer ik nog? Waarom ben ik zo lief? Ik ben echt nog liever dan Patricia Pai, die naakt is. En het al heel erg vindt dat je de naakt hebt gezien en medelijden met je heeft. Van, oh sorry, ik wou helemaal niet dat je me naakt zag. Maar toch sorry dat het gebeurd is. Kijk, dat vind ik lief. Weet je, ze doet wel iets verkeerd, maar toch is ze lief. En dat is wat ik zo fijn vind aan Patricia Pai. En dat is ook hoe ik wil zijn in mijn video's, dus ja. Onthoud, neem gewoon een voorbeeld als YouTuber aan Patricia Pai. Hele leuke vrouw. Ziet er naakt verschrikkelijk uit. Ik heb serieus de foto's gezien. Ik ga hem hentai noemen. Nee, ik ga deze video alles met hashtag doen. Hashtag hentai. En dan ga je al die hashtags ga je in één tweet pompen van deze hele video. En ik vind ook hashtag geld moet er nog een keer in. Moet je zien, ik moest net heel hard lachen uit het niets. Ik was gewoon aan het kijken. Oh, het is alweer weg. Stond in één keer in beeld. Hashtag geld is kapot. Is nog steeds defect. Dat is van ja. Wie heeft die attractie hashtag geld genoemd? Deze gekke man. Oh, wie noemt zijn attractie nou weer hashtag geld, man? Ben je gek of zo? Hier, hentai loopt niet echt lekker. Dat vind ik jammer. Maar de toegangsprijs is maar 1,50. Doe niet zo'n keer. Die VIP, die boeit me nog even niet. We moeten toch nog een tweede attractie bouwen. Ik ben ondertussen eerst even bezig met de waarde van mijn park omhoog pompen. Moet je zien. Parkwaarde. Oh, dat is al een tijdje terug. Maar het was echt hoog. En toen denk ik, bam, flikker die naar beneden. Toen ik die achtbaan heb verkocht die daar eerst stond. Dus ja, daarom ben ik nog een beetje attracties aan het bijbouwen. In de hoop dat ik een beetje de parkwaarde omhoog kan gooien. En dan ook meteen het geld weer terug kan verdienen. Ik heb met de achtbaan gooi ik mijn parkwaarde wel omhoog. En het geld verdien ik niet instant terug. Ik ben even een chaosje bouwen hier en daar. Ik ga denk gewoon hieromheen ook een beetje attracties bouwen. Ik denk dat dat wel een goede manier is om mijn geld terug te winnen. Ja, dat denk ik. Daar ben ik echt van overtuigd. En als je daar niet in overtuigd bent, dan fuck jou dan, kijker. We kunnen het niet altijd met elkaar eens zijn. Maar je kunt wel over eens zijn dat Patricia Pai, die naaktfoto's, waren gewoon onacceptabel. Ze had gewoon van die borsten waarvan je denkt van, nee, dat denk ik niet vaak van borsten. Maar van die borsten. Nee, nee, Patricia. Nee, stoute meid. Pats op de billetjes. Pats. En daarom noemen we deze attractie vandaag hashtag Patricia Pai of hashtag Pats. Hashtag Pats. Wat een gekke naam voor een attractie. Klopt. Dat mag. Ik heb jou ook aan mijn oor. Dat wordt de volgende attractienaam. Oh ja, wacht. Moet je zien hoe ik deze attractie heb genoemd. Deze attractie heet Get Swag. Of iets te drinken. Het is een drankjeskraam. Vergeet niet mijn nieuwe album te kopen. Vuile, vieze, hentai. Ik weet nog wel. Ik had nog een keer een karaoke concert. Dat ik haar afhaal Chinees genoemd. Dat waren nog stijden, jongens. Dat waren nog stijden. Ja, ja. De blote bison is gerepareerd. Nou, ik ben ook een blote bison. Eens even kijken. Ik stel voor we nu gewoon bakken met geld lenen. Get money. Get cash. Get money. Get a stash. Oh, je kan maximaal 13.000 lenen. Oké, cool. Gaan we even een attractie bouwen. Het liefst een goedkoop mogelijke. Giga achtbaan zit er wel goedkope ontwerpen bij. En dan kom je bij een ontwerper en dan zijn ze opeens niet meer zo goedkoop. En dan denk ik, ja, hoe kan dat ten eerste? En twee, waarom? In principe hoef je alleen een intensiteit te hebben, dus dat scheelt. Dat is wel een hele intense achtbaan. Ik weet niet of ik dat wel aan kan. Het enige wat ik hoef te zoeken is een intensiteit van niet al te hoog. Hier, intensiteit is te laag voor jou. Stop daarmee. Kan je niet gewoon selecteren op intensiteit, man? Stratabaan. Hoeveel kost dat? Oh, dat is die ene die ik eerder ook had, zeker. Die heeft wel een hele hoge intensiteit. Ik weet niet of ik dat wel aan kan. Dat was een boertje. Een heel gek boertje. Ik heb met heel veel chipjes op. En water. Dat is hoe ik rol. Wat is de intensiteit? Even sucks. Nou, niet heel veel, nee. Ik vind 1 punt nog eens vind ik niet echt een hoge intensiteit. Ik denk van, wow, dat is cool. Ik kan ondertussen wel gewoon het spel voor laten lopen. Kan ik extra geld verdienen en zo. Hartstikke leuk. Roller soaker dan misschien met een leuke intensiteit. Die dingen zijn een tering duur. Dat vind ik dan weer jammer. Ja, het probleem was, ik wou ook liever deze dan die ene die ik eerder had. Weet je waarom? Die ene attractie die ik net had, daar ging niemand in. En dat vind ik zo lullig. Want dan geef ik heel veel geld uit voor een attractie en dan gaat er geen hond in. Dan heb ik liever iets als dit. Weet je, waar nog wat mensen in gaan in ieder geval. Dat vind ik fijn. Mijn vader had een fijne gedachte als mensen in mijn attracties gaan, gewoon überhaupt. Waarom niet? Dan mag ik ook weten waarom niet. Waarom moet het ding maar niet zijn om te kunnen bouwen, man? Hey, even normaal. Ik moet trouwens echt even de dieren DLC installeren, want wat gaat er dan voor leuks gebeuren? Niks. Maar eigenlijk wel. Eigenlijk gebeuren er allemaal leuke dingen als je de dieren DLC installeert, namelijk. Ah, ik ga niet zeggen wat. Nee, dan kun je ondergronds bouwen. Dat is natuurlijk hartstikke tof.
als je dol bent op ondergrondse dingen. Nee, als je ondergronds kan bouwen in een dierendeel, zei je, dan is het vet chill. Dan kun je gewoon, normaal gesproken in heel veel levels is de moeilijkheid. Je hebt geen ruimte om je kutattracties neer te zetten. En daar is gewoon, oh, ik flikker hem wel ondergronds. Pas, boom, klaar. Je hoeft niet eens na te denken. Oh, een bof ondergronds. Oh, ja, bof ondergronds. Kijk of die Chinese nog is. Ja hoor. Nou, karaoke. Heb je allemaal dingen ingepland? Oh, sorry dat je een planning hebt. Hahaha, sukkel. Idioot. Zit die maar in je planning? En zit die maar in je planning? Vuile hoer. Hoppa. En lopen maar met die beentjes. Laat die beentjes maar wapperen hoor. Hoppa. En nou die, naar die kant op. Ik ga je volgen hoor. Als je er niet heen gaat, komt het je zuur te bestaan. Ik zou even deze dingetjes wat naar beneden flikkeren. Zo, even wat schulden afgelost, weet je wel. Die schulden zit best wel een dikke rente op. Dus daar wil je niet een te grote rente van maken. Ondertussen onderzoek is best wel veel geld. Oh, maar 100. Lol, nevermind. Ja, ik ben nog steeds een beetje attracties aan bouwen, weet je. Kijk, een deel van je bezoekers komt van die intensiteit ritten. Dus ja, weet je, dan wil je toch even wat lekker intense ritten neerzetten voor je lieve kijkertjes. Nou, niet eens lieve kijkertjes, lieve bezoekertjes. Jullie zijn er niet. Jammer genoeg, ik zou best een keer met jullie naar een pretpark willen. Dat is best tof. Als ik dat zou organiseren, een Serpent Gameplay fandag, dat ik gewoon naar een pretpark ga. Dagje met bijvoorbeeld Anouk of Jur. Nou, Jur heeft daar geen zin meer in. Jur, als hem de vorige fan ben, na een paar seconden gepeerd. En dacht hij, wacht, dit is ongemakkelijk, ik ga naar huis, doei. Groot gelijk gaf ik hem, maar ik kan dat niet doen. En ik had het eigenlijk heel erg naar mijn zin hoor. Het was in het begin een beetje ongemakkelijk. Dat was een hele tijd geleden trouwens, die fandag. Ding. Hashtag ding. Oh nee, staat in de dug. Hashtag ding. Ding dang dung. Zo, dat is een mooie hashtag. Ik wil nog een keer een Hershey rollercoaster. Oh, de roller soaker, dat dacht ik al. Oh, deze moet ik de natte. Hashtag nat. Ik beschrijf de attracties allemaal in één woord. Met een hashtag. Hashtag nat. Maar weet deze niet hashtag nat? Dat is een goede vraag. Waarom heet dat ding hashtag geld? Dit ding heet ook al hashtag geld. Oh nee, dat is hashtag commercieel. Dat is waar ook. Het is hashtag commercieel. Hij is wel leuk, alleen dat ding heet hashtag geld. Waarom heet dat ding hashtag geld? Ik heb geen idee. De lucht is aan de frisse kant. Nou, jouw anus ook. Heeft de park verlaten. Is het tevreden? Niet gelukt. Oh man. Nou, blijkbaar is ze niet in die attractie gegaan. Oké, stom. Weet je hoe dat noemt, mevrouw Karaoke? Teleurstelling. Nee, serieus. Je hebt me echt verdrietig gemaakt. En het gebeurt niet vaak dat ik verdrietig. Oh, kijk, we tikken bijna die waarde aan. Dat is fijn. Dat is het tweede ding dat ik moet doen. En dan hebben we het level gehaald. En dan kunnen we door naar het volgende level. En waarom maak ik dat van dit soort gebaren? Omdat ik hartstikke enthousiast ben. Denk daar maar eens over na kijken voordat je nog een keer een gemene opmerking naar mij maakt. Ik heb nog geen wasberenhoed, verkoopkraampje. Vind je het gek? Wie de fuck wil dan weer een wasberenhoed? Ja, ik. Oké, cool. Zet maar neer. Dump die zooi maar. Hé, hey, meisje. Wil je een wasberenhoedje? Hashtag hoedje. Waarom? Wie noemt ze hoedekraam? Nou weer hashtag hoedje. Ik vind het wel grappig dat bedrijven doen het ook steeds vaker. Overal hashtags bij ze. Televisieprogramma's, overal hashtags. Ik word er echt verdrietig van. Dat ze overal hashtag bij zetten. Nou, doe ik het ook. Hashtag hoedje. Verdomme, koop een hashtag hoedje. Doe hem op je hashtag hoofd. Die hashtags hoef je niet mee te schrijven hoor. Of mee te tweeten eigenlijk, nog belangrijker. Ik heb echt last van mijn keel. Misschien had ik geen messen erin moeten steken. Gokje. En ik ben mijn water aan het drinken en het heeft geen zin. En normaal gesproken zeg ik dan, hey mam, vuile, mam, kun je keelpastuurs meenemen? Zeg ik, ja, dat zegt ze dan. Zeg ik, oké, cool, dat kan nu niet, want ik ben alleen thuis. Ik neem namelijk nu meerdere rollercoaster video's achter elkaar op voor het geval. Ik dacht, huh, 2 weken geleden was je ook al alleen thuis. Nou ja, ik doe meestal niet 2 weken erover om 3 video's te uploaden. Dus de derde achter elkaar, daarna ga ik live streamen. En als je nu gaat denken, oh, ik wil kijken. Nee, dat is alweer een maand geleden, man. Sorry. Nee, ik bedoel ook maar wat. Ik heb geen idee wanneer het online komt. Ik maak tijdloze content, weet je. Als je het voor 5 jaar upload, is het nog steeds grappig. Of nog steeds niet grappig, weet je. Dat is net aan welke kant van het team je staat. In hashtag nat bleven de hashtag barrières. Hashtag openstaan. Hashtag awesome. Een lange likkende lekkere losse lasso. Net een noodstop moeten maken. Best mooi zwembad trouwens, dat mag ook een keer gezegd worden. Als ik de waarde van mijn park moet opvoeren, kan ik ook gewoon mijn zwembad wat groter maken hoor. Dat boeit niemand wat. Hier zo bijvoorbeeld. Hashtag ingang. Even een nieuwe hashtag ingang gebouwd. Voor de hashtag bezoekers van mijn hashtag park. Ik wou eigenlijk nog wel wat extra van deze dingen, omdat ik die cool vind. En sexy. Vergeet sexy cool niet. Sexy cool, dat is een nieuw woord. Sexy cool. Hoppa. Ben je een beetje sexy? Ben je een beetje cool?
Ben je een beetje sexy cool? Oh yeah. Sexy cool, sexy cool, yeah. Sexy cool, oh yeah. Even kijken, ik wil even mijn onderzoek een beetje aanpassen hoor. Ik vind dit wel leuk. Ik ga nu... Ik wil even een waterglijbaan. Doe je zo. Waterglijbaan aan. 100 euro in de maand pomp ik erin en hoop ik dat er een waterglijbaan uitkomt hoor. Dan ga ik hier een waterglijbaan neerzetten. Waarom? Goeie vraag. Hele goede vraag. De betrouwbaarheid van hou je bek, Rick, is laag. Denk erover frequenter inspecties te nemen. Hou je bek, spel. Oeh, burn. Oeh. Oeh. Oeh, hou je bek, spel. Hey, hey. Hou je bek, spel. Oeh, oeh. Hou je be. Oeh, oeh, oeh. Spel. Yeah. Puntje, puntje, puntje. Nieuwe attractie, powerboat. Is dat een ding met die boot? Ja. Misschien zat het in de naam. Misschien niet. Even kijken, powerboat. Oh, daar is hij. Die is al 4x4. Dat is een hele grote attractie. Dat is voor echt voor de grote jongens, deze. Even kijken hoe ik dit ga doen. Ja, zoiets denk ik. Voilà petit, sans fromage. Zoals ze de Fransen dat zeggen. Of gewoon, kijk hier, het is een kaas. Dat is namelijk het gemiddelde bullshit die Franse mensen zeggen. Dus ga nou niet doen alsof je helemaal... Oh, wat, zo niet doen. Gewoon, over een maand komt de VIP. Oh, ik wist niet dat ik over een maand naar mijn eigen pretpark kwam. Dan een VIP. Hashtag VIP. Ik noem mijn park hashtag VIP. Dit moet je wel meetweeten natuurlijk, dat is hartstikke belangrijk. Ik weet niet of ik de naam van het park wel kan veranderen. Hashtag VIP. Hashtag VIP. Hashtag Serpent Gameplay. Denk daar maar eens over na, jonge dame. Ik kan geen entree vragen. Oh, kijk maar die 75.000 aantikken. Wacht. Wait for it. Wait. Dat voelt goed. Dat voelt goed. En dan heb je die ook weggestreept. Ja hoor. Alleen die VIP nog even tevreden stellen. Over een maandje komt ze. Recht in mijn gezicht. Urine eruit. Urine erin. Zo gaat het bij die karaoke hoor. Ik ga er ook meteen eerst hashtag Chinees noemen als ze eraan komt. Ze komt binnen. Hey, de hashtag Chinees. Aw, oh, man. Ik heb het er helemaal uitgedacht. Ziet het eruit als een jongen die niet blij is met zijn keuzes? Dat wou ik net zeggen, ja. In ieder moment komt ze waarschijnlijk. En het boeit mij vrij weinig. Dus dat scheelt. Het scheelt dat me weinig boeit. Nep kippenvleesje net kapot gegaan. Oh nee, dat is minder. Eerst hashtag Chinees. Hashtag Chinees. Oké, cool. Nou, even checken waar zij in gaat. Ze gaat naar hashtag nat en onbestuurbare trein. Dacht het niet, bitch. Dacht het niet. Die wil natuurlijk weer naar hashtag nat. En natuurlijk wil je naar dit ding. Waarom kan ik daar niet klikken? Ja. Oh, dat is de onbestuurbare trein. Dat ging al helemaal goed, joh. Nou, we zullen er even volgen. Zo loopt het momenteel. Dat mag. Dat mag. Kan ik haar niet gewoon neerzetten bij hashtag nat? Zou dat niet veel makkelijker zijn? Waar is ze momenteel? Waar is ze momenteel? Gaat naar hashtag nat. Goed zo. Doe dat. Doe dat. Ik zat trouwens bezien met mijn facecam op de VIP-route. Daar is hij, de VIP-route. Zeer uitgebreid. Wel, 2 locaties. Kom je naar een pretpark, 2 attracties. Ben je hashtag Chinees, 2 hashtag attracties. Oh, ik krijg dood. Niet echt dood, maar ik krijg zorgen. Ik heb een levenselixer nodig, dus ik heb... vermalen briefjes van 5 euro nodig. Stuur me allemaal 5 euro. En dan vermaal ik de briefjes. En dat sap drink ik dan op. Hoef je niet echt te doen trouwens. Voordat mensen me serieus 5 euro gaan sturen. En zeggen, ah, Rick, niet doodgaan. Sommige mensen nemen me echt serieus. Het gebeurt niet vaak. Het is heel zeldzaam. Maar soms nemen mensen mij te serieus. Echt waar. Je mag me wel op kilpastuurjes zoeken. Sturen. Stuur me kilpastuurjes, please. Stuur me er een paar. Dat kan geen kwaad toch? Om mij even wat kilpastuurjes te passen. Precies. Even kijken, ze gaat deze attractie in, ze gaat ervoor. Chinees, ik wil nog een keer een hashtag nat. Nou, dat mag hashtag niet van hashtag mij. Even deze weghalen uit je bestuur. Hoppakee, goed zo. Oké, waar is ze? Waar is het kind? Gaat naar onbestuurbare trein. Nou, dat is hartstikke leuk. Waarschijnlijk loopt ze hier ergens met al die mensen. Zelfs mijn neusje zit vol. Oh, damn it. Dit is echt niet fijn. Morgen maar even ziek thuis blijven. Oh, wacht, ik moet toch om 1 uur beginnen. Waar maakt het nog uit? Jee, ze zit erin hoor. Maar nog even hopen dat ze allebei aan de juiste intensiteit eisen voldoen überhaupt. Intensiteit 4.0, ja. En dan is hier intensiteit, ja, 4.82. Dat is best wel goed, hè. Best wel goed. En dan moeten we nog even eruit. Ga eens eruit, VIP. Ga eens even uit mijn park, please. Hashtag Chinees, ga eens hashtag weg. Wat dacht je daar hashtag zelf van? Duh. Allemaal vieze boertjes. Sorry. Ik zal even dit briefje van 5 euro opeten. Ik ga het niet echt doen trouwens, voordat je dacht, wow, als dat door je hoofd heen ging, nee, sorry man, hey, ik ben een leuk, tof, gezellig, grappig, gezellig, leuk YouTuber, maar soms stel ik ook teleur,
ik ben niet alles. Hashtag daar gaan we. Als in rot op in mijn park, want dat zou hartstikke fijn zijn. Maar dat bedoelt ze van mij niet. Ze bedoelt van, wow, de attractie gaat beginnen. Ik heb er zoveel zin in. Nou, ik heb er heel veel zin in dat je weg bent. Dus, cool. Hashtag cool. Mijn klusje man 4. Hashtag klusje. Hashtag klusje. Wat een kutnaam. Hoppa. 50 erbij, 100 erbij. Leid hem op. En hij is goed geleid, G. Hij is helemaal klaar. En dan moet deze man, hashtag man, weet je, moet toch wat doen. Je moet je toch een beetje bezighouden. Deze man is hashtag bezem. We moeten de rol een beetje goed verdelen. Hashtag bezem. En hoe noem ik de laatste man? Doe ze gok. Als je gokt op hashtag stil, zat je er helemaal goed bij. Ik heb bezem, klusje, man en stil. Zo moeten die namen zijn, G. Nou, dan noem ik deze moer. Hashtag deze vind ik niet mee. Tweet dit allemaal maar. Dit is noods 1 voor 1. Hashtag sleutel. En dan doe ik die derde man, Bob de Bouwer. Hashtag Bob de Bouwer helemaal. Bob de Bouwer. Kunnen wij het maken? Vraagteken. Dat is een goede hashtag. Voor mij pakken de hashtags en vraagtekens niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ben uitgeput. Mogelijk. Ik ben gemotiveerd. Ik voel me geweldig. Mijn werk is gevarieerd. Cool man. Fijn om te horen. Even de... Oh, ik leende per ongeld. Zo moet het niet, Rick. Ik moet hem laag. Hoppa. Onbestuurbare trein is niet te besturen. Nieuwe attractie op blaasbaar schip. Oh, dat had ik echt even nodig, ja. Dat heb ik altijd serieus even nodig. Ik hoopte serieus dat ik die zou krijgen. Ga ik hierheen en dan hierheen. En dan, wow, opblaasbaar schip. Dat ding is zo duur dat ik echt al mijn geld moet uitgeven om te bouwen en shit. Wow. Ik weet niet of het nog extra klanten gaat trekken voor mijn park. Ik hoop alleen dat mensen trouwens doodgaan. Oh, waarschijnlijk gaan ze kapot vallen of niet. Even checken. Hier gaan wat mensen. Onze strijders. Oké, okay, lukt nog. Er zijn nog geen mensen met ernstig letsel, maar ze gaan zo meteen komen. En dan moet ik dit veranderen waarschijnlijk. Gaan er mensen ernstig letsel opnemen? Het wordt wel erg spannend. Nee, gaat nog best goed. Hashtag Chinees, rot ons die kop uit mijn hashtag park, man. Hashtag man. Je moet echt stoppen met die hashtags. Hashtag nee, hashtag misschien. Hashtag pol. De betrouwbaarheid van stoel je aan is, denk erover. Is laag. Oh, jammer. Ik had echt gehoopt dat stoel in mijn aan is gewoon erg betrouwbaar was, maar nee. Nee, gewoon niet. Schiet eens op, Vip. Duurt lang. Mijn water is bijna op en mijn versnipperde elixir van briefjes van 5 is bijna op. Wacht. We zitten hier in een fucking woestijn. En hashtag Chinees heeft het hashtag koud. Al die mensen, het is me te veel. Goed zo, weg jij. Hup, weg heks. Weg. Oei, footsie. Hoe werkt dit treintje eigenlijk? Ik zie dat ding nooit rijden. Wat is dat? Wat is dit nou weer? Wat is dat voor spoorlijn dan? Niet gelukt om indruk te maken, maar fucking... Ik voldoe aan de eisen. Ik vind dit echt boel. Ik ga het level even opslaan, jongens. En dan zie ik jullie wel terug de volgende aflevering bij het nieuwe level. Ik vind het echt bullshit. Ik ga even uitvogelen waarom het niet werkt. Het zou me niks verbazen als je weer een opwinding moet hebben van 4 in plaats van de intensiteit. En dan ga ik weet het niet. Ik zal even kijken in ieder geval. Bedankt voor deze aflevering. Volgende aflevering zijn we gewoon bij een nieuw level. En kom even bij de livestream die je niet kan zien omdat die nu is. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Tot de volgende aflevering. Geef me even een like als je hem leuk vond. Dan zie ik jullie binnenkort bij een nieuwe aflevering. Waar mijn keel hopelijk er niet uitvalt. Stuur me zeker je briefjes van 5. Niet, want dan krijg ik weer gezeik met de belastingdienst en zo. Dus weer de helft van het geld. Gezeik. Hashtag gezeik. Ik voel me niet helemaal fit. Maar toch, we hebben een leuke aflevering gehad. Hoop ik. Hashtag hoop ik. Hashtag leuke aflevering. Tot de volgende aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Bedankt voor het kijken.